Hey, wat leuk dat je erbij bent, want vandaag speel ik een game waar je een bij bent. Welkom bij de XXL gameplay van Bee Simulator. To be or not to be? That is the question. Op het hoesje van de game staat een bijzondere held, heel flauw, of become a hero. De woordgrap werkt in beide gevallen soort van. IGN zegt een betoverend educatief avontuur. Deze game ligt al een kleine eeuwigheid op mijn kamer niks te doen. En vandaag is het eindelijk tijd om Bee Simulator daadwerkelijk te gaan spelen. De honingbij. Een kleine held in een grote wereld. Ik vind het echt leuk dat ze een Nederlandse stem hebben. Honingbijen zijn de belangrijkste bestuivers. Zo! Ze bestuiven bijna 100 gewassen. Dankjewel, honingbij. Erg cool. En hebben daarmee de vruchtbaarste taak ter wereld. Maar zonder hen... geen paprika. Zal het leven zoals we dat kennen eindigen. En de bijen zitten in de problemen. Ik vind het wel een dramatische intro voor een game waar ik kan spelen als een bij. Miljoenen bijenkolonies verloren. Zijn ik zo blij? Miljoenen bijenkolonies verloren! Woe! Naast hun natuurlijke vijanden, zoals beren of parasieten, moeten bijen omgaan met nieuwe gevaren. De mens. Motherfuckers. Weinig voedsel en virussen die onze natuurlijke bestuivers allemaal verzwakken. Dus luister naar ons verhaal van de bijenheld. Het voelt echt alsof ik in een fucking Efteling-attractie zit of zo. Ertoe doet en verandering brengt. Stop. Be the change. Ja, ja, tuurlijk. Oké, dat is dus de game. Het gaat als het goed is over het leven van de bij. Beginnende, ik geloof, bij de geboorte ook echt. Oh ja, je kan ook nog spelen als andere dieren. Je kan ook spelen als... dit is een vliegend hert, geloof ik. En dit is dan een libelle. Nou ja, in principe spelen we wel Bee Simulator. Als ik dan toch één storyline ga spelen... lijkt het me heel logisch om voor die van de bij te gaan. Ik vind deze difficulties niet heel leuk. Moeilijk en makkie. Ik wil wel gewoon graag door de game heen. Gewoon de story. Een relaxed avontuur. Laten we lekker gaan voor makkie. Tijd om te zoomen. Speciaal voor deze video heb ik zoveel mogelijk bijenfeitjes. Maar de game zelf heeft in de laadschermen ook nog bijenfeitjes. Voor als je er nog wat feitjes bij wil. Sorry, ik ga stoppen met alle bijgrappen. Genoeg is genoeg. Het is tijd om te beginnen met ons prachtige leven. We worden ergens wakker in deze hele vieze bijenwereld. In een wereld van kleverigheid. Ken je dat gevoel dat je handen zo, ja, echt wel een keer gewassen moeten worden? Zo voelt het vast altijd om een bij te zijn. Wakker worden, kleine bij. Ik voel me echt 6 momenteel. Maximaal. Wordt tegen me gepraat alsof ik een kind ben. Alhoewel... ik ben ook zojuist, ja, in de wereld gekomen. Hallo jij. Hallo jij. Wauw. Oost-West, Korfbest. Ik ben eindelijk nee, thuis. Korfbest, dit is verschrikkelijk. Oh, een nieuw kleintje. Hallo Minnie, hoe heet je? Ik wist dat de game ging vragen om een naam. Ik zat te denken aan Bailey Eilish... heel kut. Of Beyoncé of Elon Musk. Maar ik denk dat ik toch ga voor de prachtige bijennaam Sambal Bij. Dit is verschrikkelijk. Geweldig. Maar alles op zijn tijd. Laten we je eerst leren vliegen als een bij. Ik ben wel een bij, dus ik zou wel vliegen als een bij persoonlijk. Even kijken. Vooruit, achteruit, links, rechts, omhoog. Oké. Ja, in principe is het beweeg naar links voor links, beweeg naar rechts voor rechts. R2 omhoog, L2 wow, naar beneden. Wauw, dat was indrukwekkend. Goed, nu naar de constructieruimte. Zoek de gouden markeringen. Die wijzen altijd de weg. Hebben bijen dat? Hebben bijen wegwijzende
gouden markeringen. Volg de gouden markeringen. Die wijzen je de weg. Wat gaan we doen? We hebben een speciale plek waar je kunt leren om een bij te zijn. Ah, een soort bijenschool. Het HBO. Verschrikkelijk. Oké, vlieg maar door naar deze scheur. Vlieg bijen, bijen met taken die buiten de koor vliegen. En ik kan het feitje niet lezen. Hé, ik vind het heel leuk dat jullie bijenfeitjes in deze game hebben zitten. Maar als het laadscherm zo gigantisch snel is, kan ik het niet lezen. In dat geval zul je het moeten doen met mijn matige bijenfeitjes. Hopelijk heb je daar genoeg aan. Oké. Goed. Om een echte bij te zijn, moet je leren om stuifmeel te verzamelen. Maar natuurlijk. Stuifmeel verzamelen. Vlieg door bloemen met gouden bollen om stuifmeel te verzamelen. Als de pot honing links onderin vol is, moet je het stuifmeel afleveren bij de korf. Ja, dat klinkt eigenlijk wel echt gigantisch logisch. Dit is wel meteen het meest perfecte moment voor het meest zielige bijenfeitje. Eén bij produceert in haar leven, alle bijen die honing maken zijn namelijk vrouwtjes, daar kom ik zo meteen wel op terug, ongeveer één eetlepel honing. Als jij een kopje thee neemt met honing erin, wat inderdaad best wel lekker is, dat is ongeveer het levenswerk van één gehele bij. Die heeft daar maandenlang voor zitten zwoegen en jij eet het gewoon op. Dat is niet voor jou, dat is voor de koningin, lul. Stel, je koopt in de supermarkt een kilo honing, daar hebben dan 200 bijen aan gewerkt en de afstand die ze daarvoor hebben moeten afleggen voor die ene pot honing is 5 keer de gehele fucking wereld rond. Dat is best wel veel werk voor een fucking euro. Ik ga het je niet nadoen. De wereld zit vol verschillende bloemen die wij in verschillende kleuren zien. Oké, ja. Logisch. Aardige bij de Alice. De gewone bloemen zijn wit, de ongewone groen, de zeldzame geel, de epische bloemen. Bijenzicht. Gebruik bijenzicht om de bloemkwaliteit te achterhalen. Witte bloemen zijn gewoon, groene ongewoon, geel zeldzaam, rode episch en paarse zijn legendarisch. Legendarische bloemen. Hier wordt nog generaties lang over gepraat. Dat waren toch eventjes fantastisch lekkere pollen. We moeten eventjes gauw ons bijenzicht indrukken. Oh, dit is echt super vet. Ik had namelijk een heel feitje over hoe de ogen van bijen anders zijn dan die van mensen. En het is inderdaad precies dit. Bijen kunnen meer UV-licht zien dan mensen, waardoor dingen dus eigenlijk veel blauwer worden. Het grappige is, wij mensen kunnen dit ook zien. Het zit namelijk zo dat onze ogen kunnen voor een deel UV-licht zien, maar de lens van je ogen blokkeert dat UV-licht. De receptoren in je oog kunnen het namelijk wel ontvangen, maar het komt gewoon niet door je lens heen. Een beetje hetzelfde hoe als je achter een raam zit in je woonkamer, kun je niet bruin worden, want het blokkeert ook het UV-licht, zeg maar. We gebruiken bijentro als een power-up om sneller te vliegen. Is dit echt? Hebben bijen dit? Ik vond de game net zo realistisch. Bijentro is de speciale boost voor de bijensnelheid. Zo'n turbo voor bijen. De pijlindicator links onderin geeft je bijentro energie weer. Vul je energie aan door stuifmeel te verzamelen. Wat een fucking bullshit. Gebruik bijentro. I'm fast as fuck, boy. 25 kilometer per uur heb ik ergens gelezen. Dat is wel een snel bijtje. Wauwzie. Dat was snel. Oké, nog één laatste dingetje. Een goede bij weet hoe ze haar verzamelde stuifmeel moet afleveren. Ja, je moet natuurlijk wel weer afgeven. Dat is wel belangrijk. Oké, zoek de gouden markering. Nou ja, zoeken. Stuifmeel terugbrengen. Je laat je stuifmeel automatisch vallen als je in de buurt bent van de zeshoekige muur. Je kunt geen stuifmeel verzamelen als je honingpot vol is. Oké. Oké, hartstikke mooi gedumpt. Volg de gouden markering en vraag een nieuwe taak aan Alice. We krijgen ook dikke kennispunten erbij ofzo. Geen idee wat dat is. Fantastisch, je bent er nu helemaal klaar voor. Volg de tunnel om terug te keren naar de... Oké. Allereerst moet ik op bezoek gaan bij mama. Ik bedoel, de koningin. Yes! Ik wilde net een klein beetje gaan praten over het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes bijen. Jazeker, maar ik weet niet wat ik moet doen. Er zijn verschillende taken in de korf. Er zijn verkenners, bewakers, oppassers. Maar de meeste van ons zijn honingbijen. Ja, zoals ik. Je hebt dus een heleboel taken voor bijen inderdaad. Mag ik mijn taak zelf uitkiezen? Tuurlijk niet. Oh nee, gekkie. Beslist de koningin. Tuurlijk. Je moet naar haar toe gaan.
De koningin is dus inderdaad mama. Het zit namelijk zo dat de koningin kan mannetjes en vrouwtjes maken. Maar geloof me, je wilt 10 keer liever een mannetje zijn dan een vrouwtje. Mannetjes doen namelijk helemaal niks. Behalve de koningin neuken. Dat is het enige wat mannetjes bij je doen. De rest wordt allemaal gedaan door vrouwtjes. Nou is de koningin bij mannetjes ook altijd je moeder. Wacht dus even. Je wil niet je eigen moeder ketsen. Je moet vooral op zoek naar andere koninin bij je voor de genetische diversiteit, waarom incest, wil je naar onze dat soort dingen. Gaan? Gaat ook gewoon bij dieren. We gaan even praten met de koningin. Laat mijn nieuwste kind dichterbij komen. Hé, hey, ik ben het, je moeder. Ik weet niet wie je vader is. Kleintje, jij bent nu een honingbij. Vlieg de wereld in. Verzamel stuifmeel voor de koning. Oh, ik heb zojuist gewoon gesolliciteerd of zo. Zeiden ze van, oké, je bent nu een honingbij. Heel veel plezier met je leven. En als je vragen hebt, ja, kom alsjeblieft niet naar mij toe. Ik heb het echt veel te druk met al je broers afneuken. Ja, toch? Ik wil een klein beetje vertellen achter de biologie. Achter hoe je nou een mannetje of een vrouwtje wordt. Maar het is echt daadwerkelijk heel erg ingewikkeld. Dus in de daadwerkelijke genetica, er zijn hele Wikipedia-pagina's over geschreven. Het heeft te maken met een haploïd-diploïd systeem, maar het is echt heel ingewikkeld en heel anders dan wat heel veel andere dieren hebben. Komt erop neer dat mannetjesbijen zijn gewoon onbevruchte eitjes, waar vrouwtjesbijen bevruchte eitjes zijn. Dus de koningin kan eieren leggen en die kan ze niet bevruchten als ze gewoon een hoop mannetjes nodig heeft. En als ze vrouwtjes nodig heeft, dan pakt ze het sperma wat ze in één grote bak heeft van ongeveer alle vaders van de hele wereld. Grabbelt ze gewoon een beetje uit de zaadton en daar maakt ze dan vervolgens de vrouwtjes mee. Dus de mannetjes hebben eigenlijk maar 1 paar chromosomen en de vrouwtjes 2, als ik het goed begrijp. Wat ik waarschijnlijk niet doe. Het belangrijkste om te weten is dat je in ieder geval veel liever een mannetje bent. Dan hoef je geen ene flikker te doen. Gewoon een beetje eten wat de vrouwen voor je fixen. En seks hebben met de koningin. Gewoon lekker de koningin simpen. Je hoort wel eens wow, op het internet. My queen, my queen. Wat een verkeersdrukte. Ja, ik moet voorzichtig zijn. Wat een verkeersdrukte. Oké, we zijn nu in de grote, grote, wijde wereld. Om lekker wat honing te verzamelen. Ik moet zeggen, het is wel echt een relaxte game. Alhoewel, waarschijnlijk gaat het zo meteen ook over de strijd van bijen met mensen, andere dieren die zeg maar de korf komen aanvallen. Daarover gesproken wil ik een klein beetje praten over de bijensteek. Vooral de vraag, is een bijensteek dodelijk? Nou ja, als je allergisch bent voor bijen kan het heel slecht landen. Je kan natuurlijk altijd nog gestoken worden in je keel. Dan wordt het ook al heel gauw een redelijk... Oh, we mogen weer terug. Ging lekker snel. We boren onszelf gewoon lekker door dit hek heen. Kijk eens aan. En dan gaan we meteen weer lekker terug naar het hol. Zo heet dat niet, maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker terug de boom in. Ik heb wat honing voor je. Hey, dat feitje had ik net verteld. Ik had het feitje ook gewoon gestolen van het laadscherm. Dus in dat opzicht... Hey, blijf je lekker bij zich. Hou je fucking back. Ik ben de enige persoon die bij woordgrappen hoort te maken. Jij hoort er niet bij. Ik was net in die bijenkorf en opeens veranderde mijn missie naar verzamel gele bloemen. Daar is een bij. Maar ze ziet er niet goed uit. Waar? Even kijken waarbij... of ik haar kan helpen. Waarbij aardbei. That's my fucking shit. Gevonden. Hallo? Praat met de bij die overstuur is. Gaat het wel goed met je? Heb je hulp nodig om terug te keren naar de korf? Wat? Zieke bij Jackie. Ik voel me niet zo lekker. Cocaïne waarschijnlijk. Alles draait. Oh, misschien dronken? Nee. Laat me met rust. Dat je via bepaalde dingen alcohol binnenkrijgt, van zeg maar het fermenteren. Volg de andere bij, probeer de gekleurde ringen niet te missen. Pas op voor de obstakels en power-ups onderweg. Dus, om terug te komen bij het hele gebeuren rondom bijen steken. Ik ben altijd een beetje bang voor bijen en wespen en dat soort insectachtige beesten in me drinken. Dat je een slokje van je frisdrank of je biertje neemt en er opeens een in je keel hebt. Ik neem aan als ze je daar gaan steken, aangezien je daar niet heel veel ruimte hebt, als dat op gaat zwellen, dat je wel flink hard doodgaat. Ik ben 1 keer gestoken toen ik klein was door een wesp. Huilen joh, janken. Zo ben ik dan ook alweer, toch? Toen ging mijn stiefvader de tabak opsmeren, geloof ik. Gewoon wat zwaarder van mellen. Geen idee of dat echt nog hielp of zo, maar misschien had hij gewoon ter plekke verzonnen dat het een ding was. Maar ja, misschien is het dan een soort placebo dat als je denkt dat, hey, zwaarder van mellen op je wespen steken smeren helpt, dat het dan ook een klein beetje helpt. Geen idee. Ik heb in ieder geval opgezocht hoeveel bijensteken je ongeveer nodig hebt om, ja, daaraan dood te gaan. Ik kan je vertellen, het zijn er pittig veel. Ervan uitgaan dat je niet in je fucking keel gestoken wordt en je daardoor stikt, is het ongeveer zo'n 22 steken
per kilogram lichaamsgewicht. Dus in mijn geval is dat ongeveer zo'n 1600 bijensteken. Ik wens de bijen heel veel succes. Het gaat ze niet lukken. Of je moet echt bewust een bijenkorf kapot slaan. Er zijn vast mensen die overlijden aan daadwerkelijk heel veel bijensteken. Maar de meeste mensen zijn gewoon allergisch waarschijnlijk. Is het net een stukje makkelijker. Oh shit, niet de picknickmand. Ben je dood of zo? Niet in dat flesje drinken. Oh. Zo'n motherfucker, een wesp. Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Vechten. Als de indicator blauw is, blokkeren. Als hij rood is, aanvallen. Oké. Welke indicator? Ik vind het allemaal heel spannend. Oh, we gaan op die manier. Ja, dit is wel heel makkelijk. Misschien moet ik toch de difficulty een klein beetje omhoog schrapen. 3, 2, 1, vechten. Wah, wah, wah. Dit is echt heel stom. Kan beter. Oké, misschien is easy difficulty toch echt wel iets voor mij. Vechten. Ah, ah, ah. Dit is zo'n stom spel. Vechten. Boom. Flam. Perfect. Dat zal dat cupbeest leren. Trouwens, ik wilde deze video ook een klein beetje gaan praten over wespen. Namelijk, momenteel in Amerika is er gigantisch veel paniek. Vanwege de Murder Hornet. Een van de grootste wespen ooit, de Giant Asian Hornet, is gesignaleerd in Amerika. En de media zijn dat echt gigantisch aan het neerzetten alsof het iets gigantisch gevaarlijks is. Fuck COVID-19. We hebben de moordwespen. Maar als je echt gaat kijken hoe gevaarlijk ze zijn, valt het gigantisch mee. Jij wint. Ik hou er mee op. Maar wacht jij maar af. Wauw, wie ziet dat alle wespen nerds zijn. Doei. Hey, je kan tevoorschijn komen hoor. Ik weet het nu weer. Ik heb een stuk van een rotte appel. Ah, dat is inderdaad ook al een rotte appel. Hij smaakte echt raar. Wow. Oh, ik voel me zo ziek. Maak je geen zorgen. In de korf zullen ze je helpen. Koekoe. Nou, vlieg je maar mee? Dank je. Dank je, sambalbij. Snoep. De mensen laten vaak voedsel slingeren. Niet doen, niet doen. Kom allemaal kutbijen op af. En dan is er nog fruit. Je kunt bijen-nitro-energie krijgen door erop te knabbelen. Zoek eetbare snacks met bijenzicht. Om een snack te eten moet je erop landen door verticaal te sturen met L1 en R2. Ik heb wel genoeg gewerkt voor vandaag. Tijd om naar huis te gaan. Nou, het ding is dus, bijen worden echt totaal, maar dan ook totaal niet oud. Het leven van de vrouwtjesbijen is ongeveer een paar maanden lang keihard werken. En dan doodgaan van de uitputting. De meeste bijen leven dus maar een paar maanden, maar de koningin wordt gewoon makkelijk 5 jaar. Ja, zoals ik al zei, iedereen is eigenlijk gewoon de koningin aan het simpen. Het is best wel een zwaar bestaan. Ze zijn nog nooit zo dichtbij gekomen. Oh, gaan ze de boom slopen? Jazekers. Behoud de bossen! Godver. Jongens, ik weet dat jullie willen graag deze boom verbranden, iets met biomassa of zo, maar kun je hem niet gewoon lekker laten staan? Ik woon daar, weet je wel. Zou ik echt heel tof vinden. Ik steek je in je neus, vriend. Ik steek je in je fucking neus. Ja, dat komt zo meteen waarschijnlijk wel. De mensen wegjagen bij onze boom. Een soort grote opstand. Terugkeren naar de korf. Ja, dat was wel de bedoeling, geloof ik. Op elk gegeven moment kan een bij tot 5 miljoen stuifmeelkorrels in haar haar hebben. Haar. Aangezien de mannetjes bij je doen niks. Gewoon dat je nog even onthoudt. Mannetjes doen niks. En dat doen ze goed. What the fuck doe je? De koningin! Stil. Ze gooit haar feromonen om ons heen of zo. Ze betovert ons. Met slavernijpoeder. De mensen proberen onze boom te vernietigen. Ze hebben het vooralsnog opgegeven. Maar binnenkort komen ze terug om ons huis weg te nemen. Oké, ja, dat is niet best. Wat stel je voor? Ik stel voor allemaal niet prikken. Zijn. Do not be afraid. Vanaf deze dag zijn alle verkenners... Maar we gaan een nieuwe plek zoeken. ...verplicht om te zoeken naar een nieuwe plek voor ons om te leven. En de rest... Ik vind het wel een fijne koningin. Ze maakt goede keuzes. Voor de hive!
Nu we het toch net een klein beetje over de bijensteek hadden trouwens. Misschien ben je net als ik al te klein beetje in de war welke dieren nou precies doodgaan als je steekt. Er is sowieso een insect dat als je steekt ga je dood. En inderdaad, het is de bij. Dat zou niet heel logisch moeten zijn, toch? Weet je, hè? Als je denkt aan biologie, is het niet heel handig om fucking dood te gaan als je eenmaal één beest steekt. Weet je, je moet kinderen krijgen. Maar dat valt dus wel mee, aangezien de koningin, die krijgt de meeste kinderen. Als jij doodgaat en daarmee de hive beschermt, heeft het alsnog evolutionair nut. Het gaat niet zozeer om jouw veiligheid, het gaat om de veiligheid van de groep. Dus ja, bijen gaan inderdaad dood. Als ze je steken, die angel blijft hangen. En daarmee trekken ze ook een halve maag-darmkanaal eruit. En dat is vooral waar ze dood aan gaan. Ze hebben gewoon een heel onhandig lichaam. Dat is wel waar. Het had handiger gekund. We zijn momenteel in de bijenbibliotheek. Voor mij heb je gewoon een aantal levels. En kun je dus op die manier de levels opnieuw doen. Dit is het startlevel dat we net gedaan hebben. En dan duiken we nu een beetje de volgende levels in. Oh, we moeten gewoon op deze manier level 2 induiken. Ja, ja joh, prima. Er zijn heel veel plekken met goed stuifmeel. Oké. Ik moet naar buiten gaan en ze allemaal bekijken. Nice. Moet ik gewoon weer naar hetzelfde kutpark toe of niet? Om eventjes terug te komen bij dat verhaal van die Giant Asian Hornet. Oftewel de Murder Hornet. De moordhoornaar. Dat klinkt nogal dramatisch. Ten eerste, de steek op zich is niet dodelijk. Er wordt pas aangeraden vanaf 10 steken. Hey, misschien moet je een klein keertje naar iets van een arts gaan. Dus de steek op zich is niet ik heb dodelijk. Jou gezien in de bieb. Oude bij Jamie. Kom, ik zal je wat verklappen. Oh, oude wijze bij. Vertel me jouw Jij geheimen. Jij bent toch op zoek naar episch stuifmeel? Dat ben ik zeker. Dan moet je in de dierentuin zijn. Oh, dat wordt sowieso lachen. Daar is een hele aardige mevrouw met geweldige... Die goeie shit. Kan niet wachten. Ik zal een dansje doen om je te laten zien. Ah, natuurlijk. Dat is wel hoe normaal gesproken bijen communiceren. Ik vind dat zo bizar. Bijen hebben de hersenen ter grootte van een sesamzaadje. Ik heb een stuk grotere hersenen. En ik kan ook niet dansen, weet je wel. Oké, ik moet hem dus gewoon nadoen. Ja, nee, ik ben blij dat ik voor de makkelijke difficulty ben gegaan. Dan kost dit niet te veel hersencapaciteit. Kijk eens aan en dan nog één extra stapje toevoegen. Rechts omhoog, links naar beneden. Nou, rechts omhoog, links naar beneden. Ik snap het. Ik ga meteen naar de dierentuin. Nou, is goed. Mogen het stuifmeel met je zijn. Verdien kennispunten door uitdagingen te voltooien. Hun markeringen hebben kleurcoderingen. Lekker zo slecht leesbaar dat wit op wit. Blauw is racen, roze is dansen, rood is vechten, oranje is de pestkop steken en groen is stuifmeel verzamelen. Oftewel, de enige sidequest die je echt wil doen is de pestkop wegjagen. Volgens mij mag je dan mensen in hun gezicht steken. Dat is toch hetgene wat je wil doen in deze game. Om nog eventjes heel kort terug te komen bij de Giant Asian Hornet. Zoals ik dus al zei, één steek is in principe niet dodelijk. In Japan gaan ongeveer per jaar zo'n 12 tot 26 mensen dood aansteken. Dat is toch best wel veel. Maar dat is inclusief bijen en wespen steken. En ja, je hebt dus mensen die allergisch zijn voor bijen en wespen steken. Dus ik denk dat het echte aantal doden door de Murder Hornet gigantisch laag is. Even kijken, hier is de verklarende woordenlijst. Meer info over dieren en planten vind je in de verklarende woordenlijst. Telkens als je iets nieuws tegenkomt, wordt dat toegevoegd. Kippen. Vreselijk enge beesten. Ik vind kippen wel cool. Ze leggen eieren, net als wij. Maar hun larven eten geen honing, maar bijen. Gadverdamme, je moet toch gewoon lekker honing eten? Oh nee, wacht, je moest geen honing eten, aangezien daar moeten bijen hartstikke hard voor werken, man. Helemaal niet leuk. Ik wilde heel graag deze video eventjes gauw die Giant Asian Hornet aanhalen. Voornamelijk dus omdat in Amerika zoveel mensen worden bang gemaakt. Er is één, ik herhaal, één nest van die beesten weggehaald. Wow. Eentje. Dat zijn nog eens grote dieren. Dat zijn wel grote dieren, ja. Als Zullen we ze steken? Als de oude bij gelijk had, moet ik nu in de buurt zijn. Wat waren we ook weer precies aan het zoeken? Huh? Vlieg ik nou tegen een... Oh, dat is glas. Ja, nee, dat is wel... Dat is wel een ding als je een bij bent. Je moet niet gigantisch hard tegen glazen ruiten aanvliegen. Hoe verleidelijk het ook is. Ik weet even niet meer wat we precies gingen doen in de dierentuin. Oh ja, de epische bloemen, toch? Wat een prachtige plek. Zoveel dieren en mensen.
Maar ik moet me concentreren op het vinden van de bloemen, mevrouw. Inderdaad. Oh, de bloemen, mevrouw. Oké. De bloemen, mevrouw, heeft altijd legendarische bloemen in haar mand. Probeer haar te vinden. Oh, waarschijnlijk loopt die gewoon een beetje door de hele game heen. Gewoon te chillen of zo. En ze heeft dus blijkbaar de allerbeste bloempjes bij zich. Oftewel, een klein beetje op avontuur. De bloemen, mevrouw, is vast in de buurt. Sowieso. Anders dan, ben ik heel lang bezig met dit level. Het enige, daar is al. Het enige echt kutte aan die Giant Asian Hornet is, ze zijn echt gigantisch. Maar dan ook echt gigantisch. Ze zijn ongeveer even groot als een luciferdoosje. Oh ja, dat is gigantisch. Goed stuifmeel. Dat is maar goed stuifmeel. Meer nodig. Meer nodig, oké. Er zijn ook andere bijen in de buurt. Even een beetje overleggen met de boys, oké. Misschien kunnen zij me de weg wijzen. Ja. Waar zijn die? Ga praten met de snelle bij Jordan. Oké, Jordan. Ik kom eraan, lul. Daar zou je hem hebben. Fucka, Jordan. Hey, vertel me je geheimen. Weet je nog wat zeldzame bloemen hier in de buurt? Jazeker. Wil je racen? Als je me vangt, vertel ik je alles over de bloemen. Echt? Is dit hoe je het wil oplossen? Je bent ook echt snelle bij Jordan. We moeten toch samenwerken? Het hele leven van de bij gaat om samenwerken. En dan doe je dit. Jordan, ik vind het een gigantische naaistreek. Verder ben je gevoiced door een vrouw. En ik heb toch het gevoel alsof Jordan toch wel met redelijke zekerheid een mannennaam is. Aan de andere kant, in principe is het een honingbij. Dus logischerwijs een vrouwtje. Ik heb ook geen idee wie je naam heeft gegeven. Je weet niet wie je vader is. En de koninginnenbij heeft het veel te druk. Nog eventjes één klein dingetje over die Giant Asian Hornet. Ik weet, ik blijf het erover hebben. Maar ik vond het best wel interessant. Oh shit. Huh? Oh. Jij was beter. Dat was erg verwarrend. Er maar oké, ik heb gewonnen. Er zijn bloemen in de tropische zone. In de tropische zone. Dank je. Dan ga ik daar wel heen, ja. En luister. Er zijn heel veel snelle bijen in het park. Maar jij niet, snelle bij Jordan. Als je ze bent op een uitdaging, racen ze graag tegen je. Goed om te weten, maar dat ga ik niet doen. We moesten geloof ik naar de tropische zone. Ik denk zomaar dat dit het is. Een prachtige, mooie botanische tuin vol met leuke dingetjes waarschijnlijk. Wauw, wat een geweldige plek. En ik kan de bloemen al ruiken. Maar hopen van wel, het zijn er best wel veel namelijk. Verzamel 5 epische rode bloemen. Oké, rode bloemen, ik kom eraan. Ik wil nog één klein dingetje zeggen over de Giant Asian Hornet. Ik heb namelijk een YouTube-video gezien waar iemand zich door de hornet liet steken. Het feit dat een steek niet dodelijk is, wil niet meteen betekenen dat het geen pijn doet. Even kijken. Verdien kennispunten door stuifmeel te verzamelen en missies, uitdagingen en daden te voltooien. Oké, what the fuck kan ik met kennispunten? Ja, blijkbaar iets in de trofeekamer, want daar moeten we momenteel eventjes heen. In principe staan de giftigheid en de pijnlijkheid van een steek los van elkaar. Voor sommige insecten is het belangrijk dat een steek pijn doet. Dan is het meer een waarschuwing van, hey, zou je alsjeblieft eventjes kunnen oprotten, want ik vind het niet leuk dat je er bent. Dus sommige dieren, zoals een bij, die hebben wel een soort van pijnlijke steek op een bepaald niveau, maar hij is niet heel erg dodelijk. Het is meer een soort waarschuwingssignaal. Terwijl andere dieren die echt te maken hebben met aanvallen die ze zouden willen afweren, dan wil je vooral een dodelijke steek hebben. Wat is er met onze bomen gebeurd? Ze zijn flink aan het zagen. De mensen hebben de takken eraf gehakt. Wat een lullo's. Doe je het toch niet? Boeien, ik ga lekker naar de trofeekamer toe in ieder geval. De term honeymoon, huwelijksreis, is afkomstig van oud Noord-Europees gebruik, waarbij pasgehuwde daags een beker... Ja, waarschijnlijk zat er honing in, of niet? Ik heb het niet kunnen lezen, maar waarschijnlijk zat er honing in die beker. Even kijken, we moeten naar de trofeekamer toe. What the fuck dat ook is. In de trofeeënkamer kun je dierenbeelden ontgrendelen. Oh, het zijn gewoon unlockables voor de extra shit. Oké. Ga naar het podium en koop een bijenbeeld. Hier heb je de westerse honingbij. Ontgrendelen voor 0 kennispunten. Waarschijnlijk is dit hem. Hij is best wel gratis. Wil je hem kopen voor gratis? Ja, is goed. Ah, dat is wel vet. Dan kun je hier dus een beetje, een soort sprites van bepaalde dieren verzamelen. Dat ging goed. Kan er meteen een paar bij kopen. Wat hebben ze nog meer allemaal staan? Hebben ze de Giant Asian Hornet of niet? De sprinkhaan heb je hier. Je moet ze natuurlijk eerst gezien hebben in de game. Dus de gewone wesp, die kan ik wel kopen voor 350. Kom maar door. Kan ik ook de kip kopen hier? Of is het meer insect gerelateerd toch wel? Ik moet zeggen dat het in deze ruimte verder momenteel erg... leeg is toch wel. Maar dat komt vast vanzelf als ik verder met de game ga spelen. Lever het verzamelde stuifmeel af. Hoe eventjes banken. Onze voorraden zijn nog steeds laag.
We moeten nog veel meer verzamelen voor de winter. Jeetje, ik blijf maar werken voor jullie. Het is alleen maar werken, werken, winter, werken. Wanneer Netflix en chill? Het is pas net zomer. Oh man, oh man. Je bent vast heel jong en onervaren als je dat zegt. Als de zomer voorbij is, verdwijnen ook de bloemen. Wat? Dat wist ik helemaal niet. Ik ben net een dag geboren en je zegt me opeens dat de bloemen weggaan. Geloof mij nou maar, de winter is dichterbij dan je denkt. Potverdikke me. En dan? Ga ik dan dood of zo? What the fuck? Helemaal geen zin in. Verzamel zoveel stuifmeel als je kunt dragen. Gewoon een lekkere globale taak. Zoals ik dus net probeerde te zeggen, heb je steken die giftig kunnen zijn, pijnlijk of allebei. En voor de pijnlijkheid is daadwerkelijk een semi-wetenschappelijke graad, namelijk de Schmidt Sting Pain Index. Er was ooit een wijs man, genaamd Schmidt, die zich afvroeg, zal ik een soort vergelijking doen, een soort tier ranking met de pijnlijkheid van de steken van bijen, wespen, mieren. En die gast is helemaal doorgedraaid. Hij heeft zich ongeveer door alles en nog wat laten steken. En soms zei hij echt van, dit is echt perfecte, pure, heerlijke, zuivere pijn. Hij deelde dingen in van niveau 1 tot en met 4. De meeste kleine bijen zijn een beetje niveau 1. Niveau 2 zijn een beetje de wespen die wij kennen. En ook de Murder Hornet. Terwijl andere wespen, heel veel wespen zelfs, niveau 3 zijn. En je hebt zelfs nog dingen zoals de Bullet Ant en andere dingen die je misschien op YouTube voorbij hebt zien komen. Die zijn nog veel hoger. Oftewel, moraal van het verhaal, fuck de Murder Hornet, hij is niet heel erg eng. Nu kan ik door naar de echt belangrijke vraag. Waarom heb ik geen imkerpak aan? Nou, ik heb net pas bedacht dat ik deze video wilde maken. Anders had ik het oprecht gewoon willen doen. Ik heb eventjes online zitten kijken. Een imkerpak als in een volledig goed bijenpak heb je al voor 110 euro. Dat ga ik totaal niet terugverdienen met deze video. Maar het zou toch fucking grappig zijn als ik deze hele video zou opnemen met een imkerpak aan. Zeg maar, 110 euro is me nog net ongeveer die grap waard. Het enige ding is, ik heb momenteel warm op mijn kamer. Ik denk dat het niet veel beter wordt als ik een heel imkerpak aan heb. 200 slagen per seconde. Daar komt dat zoomgeluid vandaan. Ik kan je vertellen, ik kan het niet. 200 keer per seconde dit doen. Dat is wel echt heel, 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 heel vaak. Dat is echt ziek veel. Wauw. Geen moeite bij je wereld. Ik doe het met plezier. Goed gedaan, ja. Maar we hebben nog meer nodig. Nog meer? Is dit gewoon de game nu? Ben ik gewoon een letterlijke fucking slaaf? Wow. Mijn vleugels vallen er nog af. Verzamel zoveel stuifmeel als je kunt dragen. Alweer! Het leven van een bij is motherfucking saai, of niet dan? God voor de god, wel weer een nieuw feitje. Bijen moeten circa 4 miljoen bloemen bezoeken om genoeg nectar te verzamelen voor 1 kilogram honing. En dus 5 keer de wereld rond. Misschien zit die er ook nog tussen. Ik heb ze gewoon ergens anders van het internet geplukt. Ik moet momenteel specifiek de groene bloemen eruit pikken. Oftewel, het is tijd voor bijenvisie. Geen enkel probleem. Ik heb nog wel een ander leuk bijenfeitje wat hopelijk niet in deze game zit. En dat gaat over de koningin. Zoals ik al zei, het allerbelangrijkste van de bijen is simp de koningin. Maar als de koningin weggaat bij een korf, dan gaat dus eigenlijk ook gewoon iedereen gezellig mee. Maar soms gaat de koningin per ongeluk weg. Er zijn instanties waar een koningin per ongeluk in iemands auto is geklommen, waarna die auto dagenlang gevolgd werd door duizenden bijen. Het is echt fucking bizar. Er was een vrouw die had in één keer fucking veel bijen op de auto, alle bijen weggehaald. Letterlijk een dag later zaten ze er weer, want de koningin zat in de auto. Ik heb nog een ander feitje dat misschien vooral interessant is voor mensen die vroeger een keer goed naar een auto gekeken hebben. Ik weet nog wel van vroeger, als wij op vakantie gingen naar Frankrijk en je kwam terug, echt de hele grill van je auto, zeg maar de voorkant, zat helemaal vol met insecten. Net zoals wanneer je op de fiets af en toe een vliegje in je bek krijgt, dat maar dan honderden kilometers lang door Frankrijk heen. Nu hebben dus heel veel mensen gemerkt dat de afgelopen jaren ze veel minder insecten op hun auto hebben dan de afgelopen jaren. Nu is het dus zo dat insectenpopulaties flink aan het afnemen zijn, maar het zou best kunnen dat er ook wat andere dingen spelen. Bijvoorbeeld dat auto's vandaag de dag aerodynamischer zijn. Dat de vorm van de auto anders is en dat daardoor dus in de windvlaag de insecten niet meer de voorkant van je auto raken, maar gewoon zo woesh via de bovenkant al langs gaan. Er zijn in ieder geval wetenschappers die dat werk daarmee bezig zijn. Je kan voor mij zelfs meedoen. Stuifmeel. Dan moet je gewoon een klein vierkantje zo ergens op je auto plakken en dan gewoon tellen hoeveel insecten erop vleugels zitten na hoeveel kilometer. Haal gewoon meer stuifmeel. Nog een keer. Okay. Nog een keer. Een nieuwe huid. Als je bepaalde missies en taken voltooit, kan je je uiterlijk aanpassen. Nieuw skin! Dit is fucking episch. Waar koop ik die? Waar koop ik die?
Kijk eens aan. Wat hebben we hier? Harry de Hoornaar. Oh, nee! Niet Harry! Een hoornaar? We zijn verdomd! Fuck hoornaars! Kutbeesten! Al helemaal die oostelijke! Jullie zijn verdoemd. Ik verpletter jullie allemaal. Jullie honing is van mij. Wat een voice acting voor Harry. Dit is legendarisch. Niks. Debbie, je moet onze koningin waarschuwen. Ik hou hem zo lang mogelijk tegen. Ik hou hem zo lang mogelijk tegen door op knoppen te drukken. Let's fucking go. Kom dan, Harry. Wil jij tegen mij vechten? Nou, hoornaars kunnen dus wel andere insecten onthoofden. Dat is wel ook wat die giant Asian hornet iets wat eng maakt, toch wel. Maar weet je, fuck Harry, hij heeft wel veel HP, oftewel... Oh, kijk, je moet daadwerkelijk een klein beetje je best doen met die knopjes. Ondanks dat ik op easy difficulty sta. Dit gaat wel even duren in ieder geval om Harry kapot te maken. Fuck jou, Harry! Ik vind het dus wel best jammer dat ik vandaag geen imkerpak aan heb. Maar ik heb dus wel mijn prachtige Beekse Bergen tenue aan. Ik heb hem toevallig laatst ook heel goed gebruikt. Ik ging laatst uit tijdens een livestream. Gewoon een beetje op het terras bier drinken. Dat een beetje filmen. Het is al heel ongemakkelijk, maar mensen vinden het leuk om te zien. Ga ik een beetje chillen met vreemden. Ik heb een shotje genomen, genaamd de Flatliner. Daar zit heel veel Tabasco in. Was fucking ranzig. Een of andere gast had ik gezegd, yo, wil je een bitterbal? Had hij al mijn bitterballen gepakt. Blijkbaar is dit gewoon de beste vorm van livestreaming. Gewoon ongemakkelijke shit met vreemden en alcohol. Maar ik had dus die Beekse Bergen outfit aan. En iemand zei, yo, zeg gewoon dat je bij Beekse Bergen werkt. En toen heb ik echt voor het eerst in mijn leven daadwerkelijk overtuigend gelogen. Ik lieg nooit, want ik ben echt heel, maar dan ook heel slecht in liegen. Maar deze mensen kende ik totaal niet. En ze vroegen van, oh, waarom heb je dat aan? Werk je bij Beekse Bergen? Ik zo, ja. Maar ik ging het meteen minder cool maken, weet je, om het geloofwaardig te maken. Ja, maar ik ruim voornamelijk poep op en zo. Maar ik heb wel een dikke tranquilizer gun voor als ik een olifant neer moet schieten. Was echt lachen. Ik begin net op dreef te komen. Laten we dat nog eens proberen. Nog een ronde? Kom dan, Harry. Oh, niet eens. De koningin komt eraan. Harry, gaat heen. Fuck jou, gast. Je mag er niet. You shall not pass. Gekke kleine bij. Jij houdt me echt niet tegen. I'll be back. Wat is dit? Wegwezen. Aanvallen, zussen. Nee. Hier heb ik dus ooit in een video over verteld. Dat bijen dit werk doen. Dan gaan ze met heel veel bijen wapperen. Dit en dan worden ze zo heet dat ze een hoornaar kunnen koken. Dit is een daadwerkelijk dingetje wat bijen kunnen doen. Nog een prachtig bijenfeitje. Well done, my child. Hey, geen moeite, mama. Door jouw moed hadden wij de tijd om onze troepen te verzamelen. Nu, dit is episch. Een hoornaar in je eentje verslaan is moeilijk, maar samen overwinnen we altijd. Dit is diep, dit is mooi. Dit is emotioneel. En hun leven. En zo verstreken de dagen. De echte bossfight. En de winter. Kwam steeds dichterbij. Oh nee. Weer een hoofdstuk gehaald. Haboom. Oh, kijk die luie bijen nou. Die roddelen aan één stuk door. Kan toch niet? Maar het lijkt wel of ze bang zijn. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Dan is ze gesokken door Harry de Hoornaar. Dames, wat is er? Hé, ik heb gehoord dat er nog een verkenner is verdwenen. Ze is opgegeten door een kikker. Oef, we moeten wraak nemen op de kikkers. Het is vreselijk. Verkennen is zo gevaarlijk. Deze stemmen. En we zijn er ook zoveel kwijtgeraakt bij de hoornaaraanval. Dat is spijtig. Ik geloof niet dat er genoeg verkenners zijn om de klus te klaren. Oh, ik mag een verkenner worden! Ik denk dat ze moeten kijken in het pretpark. Oh, mag ik naar het pretpark toe? Het is gevaarlijk, maar er zijn vast goede korfplekken daar. Oh, vet. Ik wil echt een kermislevel. Misschien kan ik helpen. Ik kan het de koningin vragen. Ik kan het de koningin vragen. Hallo, mag ik een nieuwe baan? CEO van honing. Nee, is goed. Hier is ze. Fucka Queenie. What up, my queen? Uwe majesteit,
Ik heb gehoord dat we opnieuw een verkenner zijn verloren. Klopt dat? Het is tijd voor promotie. Ja, helaas. Het is een moeilijk seizoen voor ons. Ieder seizoen is een moeilijk seizoen als je erbij bent. Alsjeblieft, moeder. Laat mij helpen. Ik ga wel op onderzoek uit op de plek die ze pretpark noemen. De plek die ze pretpark noemen? Nee. Maar waarom niet? Ik kan helpen. Ga eens maar meer honing halen. Het pretpark. Dat is een plek die veel te gevaarlijk is voor zo'n jonkie als jij. Te veel pret, jij. Te veel park. Ik snap het. Respect. Trouwens, je hebt je eigen taak. Je moet stuifmeel voor ons verzamelen. Kut leven. Oh, daarom zijn we natuurlijk de helden bij. We gaan tegen ik de koningin zegt, in, of niet? Koningin. Nee, we gaan niet doen wat ze zegt. Oh, stuifmeel en stuifmeel. Elke bij kan stuifmeel verzamelen. Ik zou willen dat ik iets kon doen wat belangrijker is. Echt, ik ben een bij met een missie. Vliegbijen, bijen met taken die buiten de korf liggen. Ze vliegen 7 tot 15 keer per dag. Elke vlucht duurt ongeveer 25 tot 45 minuten. Die beesten werken zich echt kapot, hoor. Stel je voor dat jij zo'n 10 keer per dag 30 minuten moet rennen. Dat is ongeveer wat die bijen doen, of niet? Ik dacht, we gaan gewoon zeggen, fuck de koningin. En we gaan gewoon lekker naar pretpark toe. Maar nee. Verzamel 20 stuifmeel. Ondertussen kan ik je nou een klein leuk feitje vertellen. Ben je bekend met de drie-vingerregel? Waarschijnlijk ben je wel bekend met de twee vingers van bier. Als in idealiter heeft een biertje een schuimkraag van 2 vingers hoog. Maar de drie-vingerregel is ook best wel handig. Stel, er is eten en je vraagt je af, hé, past dit in mijn mond? Blijkbaar, bij de meeste mensen passen er 3 vingers zo, ha, in je mond. Dus als eten 3 vingers hoog is, dan past het in je mond. Nu heb ik het geprobeerd. Ik kan 4 vingers, best wel een epische flex. Maar dan wordt het wel dat mijn kaken zoiets hebben van, ja, ik heb geen zin om een hamburger van dit formaat te eten. Dus laat even in de reacties weten hoeveel vingers passen er op deze manier in jouw mond. En doe een duimpje omhoog als je aan het genieten bent van deze prachtige content. Au, dat was eventjes een hack. We gaan even lekker praten met Alice om nog wat bijenwijsheid uit haar te trekken. Fuck haar, Alice, what up? Hoi. Oh, wat is er? Je kijkt zo verdrietig. Ik heb bijenverdriet. Ik ben dat stuifmeel beu. Ik wilde helpen met het zoeken naar een nieuwe korf, maar dat mag niet van de koningin. Het is tijd voor een staatsgreep. Je bent vast heel verdrietig, maar ik weet wel iets waar je weer vrolijk van wordt. Honing fixen of niet? Volg mij maar en pas op voor de wind. Oké, weer gewoon een follow missie. Je merkt wel dat eigenlijk is deze game gewoon één grote aaneenrijging van minigames, of niet? Fucking minigames. Eventjes iets compleet anders dan al die fucking feitjes over bijen. Ik heb nog wel een leuk feitje over apen. Ik heb ooit een keer in een video gepraat over een aap met een baan. Die werkte bij het station en die haalde dan zeg maar zo de hendel om het trein van spoor te wisselen. Die was daar gewoon voor getraind en die werd betaald in bananen en bier, geloof ik. Maar blijkbaar vandaag de dag gebeurde best wel vaak. Er zijn best wel wat landen waar apen getraind zijn om kokosnoten te verzamelen uit de bomen. Blijkbaar kunnen die apen... Waar de fuck moet ik heen? Oh, hier is de kermis. Dat is wel leuk. Oh, ik moest hierin. Ah. Oh nee, een wespennest. Godver. Tijd op de vecht, ja, of niet? Ja, dat klopt, kleine bij. Wesp Steven. Nu krijg je ervan langs. Oké, Steven. Langs, versla Steven en Emily. Oké, is goed. Nee, blijkbaar kunnen die apen zo'n 1600 kokosnoten per dag plukken. En mensen... 80. Eerlijk gezegd vond ik 1600 nogal veel en vooral ook 80 wel heel erg weinig. Ja, misschien kan je per boom maar 1 kokosnoot plukken die echt goed rijp is. Als je 80 bomen in moet met een ladder, dan duurt het best wel lang. En als je een aap bent en gewoon zo zoef erin kan klimmen, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Hé, hey, Steven! Je zuigt! Oké, en nu de volgende ronde. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Die andere chickie nog even ploppen. Ja, het is gewoon heel veel van hetzelfde, of niet? Ik bespaar je eventjes een groot deel van dit redelijk saaie gevecht. Geen moeite, wereld. Yay, alweer gewonnen. Ongeslagen ook. Gewoon geen levenspunten kwijtgeraakt. Je hebt mij en mijn leerling verslagen. Voor nu. Maar dit is nog lang. Ik ken echt zoveel van deze stemacteurs volgens mij. Ik weet niet wie, maar de lastig stemmen klinken volkje. Bekend. Met al die wespen hier moet ik een veiligere plek zien te vinden. Ah, hier is een mooi plekje. Oh jee, dit is het pretpark. Ik wilde helemaal niet ongehoorzaam zijn. Nou ben je er toch al, toch?
Maar aangezien ik hier nu toch ben, kan het geen kwaad om hier op verkenning te gaan. Dat is maar. Ga even een mooi plekje voor dat nieuwe nest zoeken, toch? Wat dacht je van... Oeh, yes! Yes! Het is tijd om dingen te steken. Je kunt interactief zijn met de omgeving. Zo kun je bijvoorbeeld de ballon steken. Probeer alle interacties te vinden. Steken met driehoekje. Ik kan niet wachten om iedereen fucking te juken, man. Kom dan. Kom dan. Als mijn domme feitjes kloppen, kan ik maar één iemand steken. Laten we een zo jong mogelijk persoon zoeken die nog niet bang is voor bijen. Gewoon een eeuwig jeugdtrauma. Let's fucking go. Ik zal me even goed positioneren voor de haai. Als ze gaat flossen, moet ze echt dood. Hier. Het maakt er ook allemaal niks uit. Gewoon dansen op de haters. Dansen op de haters. Wat is dit toch ook een fantastische game. Even kijken. Ik kan ook geloof ik ballonnen kapot steken. Hopla. Oh, daad bijgewerkt. Very cool. Bijgewerkt. Ik snap hem nu pas. Maar er is te veel lawaai en het beweegt te snel. Ik moet een betere plek. Geen goede plek voor het nest. Oké, okay. In de draaimolen. Ja. Hey, het is vooral gewoon de hele tijd hetzelfde liedje. Letterlijk en figuurlijk. En het draait. Is ook wel een groot nadeel, denk ik. Er is hier zoveel lawaai. En er zijn zoveel mensen. Moet je in de fucking kermis gaan? Wat had je verwacht? Ik zou bij de oliebollenkraam gaan zitten dan. Sowieso. Dat lijkt mij persoonlijk de beste plek op deze hele kermis. Ah, dit is al wat rustiger. Hartstikke mooi. Op die glijbaan. Hé, hey, wat moet jij hier? Hé, hey, what the fuck? Ga eens honing zoeken of zo. En het is nacht. Nou, boeien. Dit is geen plek voor een stuifmeelverzamelaar. Ik racete tegen Alice, maar kwam per ongeluk hier terecht. Je moet ook niet racen. Ook geen dus deel van je baan. Ik dacht, nu ik hier toch ben, kan ik best even rondkijken en zoeken naar een nieuwe korf. Onacceptabel. Je bent ongehoorzaam geweest aan onze koningin. Elke bij moet haar taak uitvoeren. Voor de doodstraf. Je moet onmiddellijk heeft de koningin in één keer zo'n guillotine staan in haar troonkamer. Als ik hier dat zou fantastisch één keer zijn. Zie, geef ik je aan. Geef ik je aan bij de bijenpolitie. Ik heb geen plek gevonden voor een nieuwe korf. Dit is heel jammer. Okay. En een verkenner heeft me op mijn kop gegeven. Ja, dat weet ik. Ik moet een paar zeldzame bloemen vinden om het goed te maken. Nou, ah, dan mag het weer wel. Nee, dat is prima. Waarschijnlijk is daar een zeldzame bloem of niet. Vinden. Dit is de plek waarnaar ik zocht. Oké. Verzamel 10 gele zeldzame bloemen. Het is weer tijd voor de bijenvision. Ondertussen heb ik nog wel een lekker feitje. Het gaat gelukkig weer niet over bijen. Ook niet over apen. Het gaat over zwangerschappen bij oude vrouwen. Ik heb wel eens gepraat over zeg maar de jongste zwangerschappen. Je moet niet kijken op die Wikipedia-pagina. Het is echt heel, maar ook heel erg sneu vooral. Het zijn echt gewoon kinderen van 6 die bevallen zijn van kinderen. Het is echt bizar. Een kind maakt onze bloemen stuk. Oh. Een mens? Wat onbeschoft. Goed, ik jaag hem wel weg. Dank je. Gepeste bij Cody. Wat een icoon van wijsheid. Nee, is goed. Als jij gepest wordt door een kind, zal ik even dat kind helemaal kapot maken. Maar ja, als je dus gaat kijken op de Wikipedia-pagina van jongste moeders, is het vooral heel veel kinderen die misbruikt zijn. En blijkbaar dus al vruchtbaar waren op extreem jonge leeftijd. Dat kan gewoon soms gebeuren. En dan krijg je ongeveer dat. Heel vaak was dan de vader een oom of zo. En heel soms waren ze gewoon daadwerkelijk uitgehuwelijkd. Dat ze gewoon op hun 8e trouwen. Maar ik geloof dat in sommige culturen moet je als vrouw zo snel mogelijk trouwen nadat je eenmaal ongesteld wordt. Want dan, dan is het babytijd. De pestkop probeert je bloemen te vernietigen. Steek hem 2 keer om hem te verjagen. Steken ingedrukt houden, driehoekje. Oké, pestkop. Waar de fuck ben je? Oh, daar is hij. Oké. Dat is 1. Rennen. En dat komt 2. Nooit meer terug. Dag. En we gaan weer lekker verder door naar de korf. Dus ja, de jongste moeders is voornamelijk gewoon heel sneu. De oudste moeders daarentegen is best wel weer interessant. Ik las vandaag een verhaal van een vrouw van 61 jaar oud die bevallen was van haar eigen kleinkinderen. Huh? Precies. Het zit dus zo dat haar zoon was homoseksueel. Die had een vriend en zij wilde graag samen een kindje. Ik zal het zo wel even uitleggen. Eerst even gauw dit filmpje weer. Hey Skyler, wat is er aan de hand?
Zijn de mensen weer in onze boom aan het zagen? God voor mensen. Nee, maar er zijn 3 jonge bijen verdwenen. Bezorgde bij, Skyler. Domme kinderen. Ze zijn de grot onder de korf binnengegaan. Dat is zo'n gevaarlijke plek. Geen enkele bij durft daar te komen. Ah. Wie haalt ze terug? It is me. Persoon die een hele andere baan heeft, maar ik heb er gewoon totaal geen zin in. Dus accepteer ik iedere kans op ander werk. Oh. Ontsnap uit het spinnenweb. Probeer te ontsnappen als je balk groen is. Als je een kans mist, raak je steeds meer verstrikt. Oké, kan ik ook gewoon langs het spinnenweb? Is dat niet een klein stukje makkelijker? Ik blijf spinnenwebben echt zo fucking cool vinden. Spinnen zijn echt relaxte beesten. Dat je gewoon een soort, ja, valstrik maakt. En dan gewoon wachten tot het eten vanzelf naar je toe komt. Gewoon thuis bezorgd in de dierenwereld, toch? Fucking vet. Spinnen zijn fucking cool. In ieder geval, om terug te komen bij het verhaal van die zwangere vrouw. Het kwam erop neer, haar zoon had een vriend. Die had een zus. Ze hebben haar eicel gepakt. En die vervolgens bevrucht met het zaad van de jongen. Wiens moeder beviel, snap je? Dus je hebt zeg maar alsnog van beide kanten van de familie heb je zaad. Dat is in principe best een slimme oplossing. Aangezien die jongen kan niet echt de eicel van zijn vriend pakken. Dus pak je de eicel van zijn zus. Heb je alsnog een beetje jullie DNA. En dat stopte die vervolgens in zijn moeder. Want ja, die zus had blijkbaar geen zin. Ik vond het dus vooral heel indrukwekkend dat ze dit gedaan heeft op 61-jarige leeftijd. Ik ben te jong om hier te sterven. Maar ja, hier ging het natuurlijk wel om een soort kunstmatige vorm van inseminatie. Het ding is vooral dat als je als vrouw ouder wordt, raken je eitjes gewoon op. En ze worden ook van slechtere kwaliteit. Maar wat ik niet wist, is dat dit ook geldt voor mannen. Tuurlijk word je als man langzaam minder vruchtbaar door je leven heen. Ik geloof dat als je 25 bent als man en je hebt seks met iemand van 25... Quinn, onveilig. En je probeert een kind te maken, duurt het 2-3 maanden. Het spijt me. Ik zal nooit meer de grotten binnen gaan. Ah, toppie, bijtje Quinn. Kom maar lekker mee. Ik ben blij dat je je lesje hebt geleerd. Kom, dan laat ik je de uitgang zien. Moet ik nou verdomme weer zo'n dansje doen? Ik dacht dat jij verdwaald was, gekke bij. Waarom is het in één keer mijn probleem, oké? Omhoog, rechts, links. Omhoog, rechts, links. Nee, ik deed links! Dit werkt echt niet lekker met een controlstick. Kan je niet gewoon de pijltjestoetsen gebruiken voor deze bullshit? Omhoog, rechts, links. Omhoog, rechts, links. Nee, ik wilde naar links. Godverdomme. Wat een frustratie dit. Oh man, oh man, oh man. Ja, ja. Omhoog, rechts, links, rechts. Dankjewel. Hele prettige samenwerking was dit. Ik mag weer lekker weg volgens mij. Oh nee, ik moet er nog 2 vinden. Potver de potver. Dankjewel, geen moeite. In ieder geval, dus als je als man van 25... kinderen probeert te krijgen met een vrouw van 25, duurt dat een paar maanden. Maar als je rond de 45 bent en je probeert kinderen te krijgen met een vrouw ook van 25, aangezien het ging hier natuurlijk eventjes om het effect bij de man, dus dan moet de vrouw wel dezelfde leeftijd blijven, dan duurt het voor mij 2 jaar. Dat is al echt een gigantisch groot verschil. Maar net zoals bij vrouwen neemt ook de kans op bepaalde defecten neemt toe. Bijvoorbeeld onder andere dwarfism, als in dat je kind dus een dwerg is. Maar ook andere dingen zoals syndroom van Down en zo. Het is gewoon een algemene ding dat hoe ouder je wordt, hoe hoger de kans dat er genetische defecten ontstaan. Ik heb je eindelijk gevonden, Pet. Dus ja, daarom is het toch over het algemeen handig om niet op je 60ste kinderen te krijgen. Maar als het niet jouw eitjes zijn, is het natuurlijk een stuk minder belangrijk. Maar ik had een beetje zitten zoeken. Volgens mij is de oudste echte biologische moeder 60. Ik zat een beetje te kijken. Er is een losse Wikipedia-pagina over zwangerschappen bij vrouwen boven de 50. Vooral ook de bevalling op zich wordt gewoon heel veel gezeik. Aangezien, ja, als je gezond bent, dan kun je een stuk beter bijkomen bij een kind uit je geboortekanaal persen. Oh, kut. Even kijken. Wat was het nou? Oh, scheid. Omhoog, omhoog, omlaag, omhoog. Omhoog, omhoog, omlaag, omhoog. Op die Wikipedia-pagina zijn een aantal verschillende records. Je hebt de oudste daadwerkelijke moeder die dus zeg maar via biologische manieren zwanger is geworden. Voor mij is dat een beetje rond de 60. Dan heb je ook nog vrouwen die dus via in vitro, dat je eigenlijk gewoon een bevrucht eitje in haar baarmoeder stopt. En dan wordt de leeftijd al hoger. En heb je nog de wedstrijd, heb je het kind daadwerkelijk zitten uitpersen? Of heb je gewoon een keizersnede gedaan, wat toch het hele geboorteproces een klein stukje makkelijker maakt. Maar het ligt allemaal een beetje tussen de 60 en de 70. Het is denk ik vooral een gevalletje van, hé, je moet het maar willen.
Maar ja, best wel cool in ieder geval. Het is in ieder geval een stuk interessanter en minder naar dan de jongste moeders, de oudste moeders. Dus in dat opzicht hartstikke fijn. Even kijken, ik zoek nog steeds een verdwaalde bij, denk ik ergens. Ik moet wel zeggen dat het een beetje onhandig is dat ik compleet verdwaald ben geraakt in deze grotten. Een beetje net zoals ja, die daadwerkelijke fucking jongere bijen die verdwaald raakten in deze grotten. Ik gok dat iedere kant gewoon gelijk staat aan één bij. Maar waarom vind ik ze dan niet? Maar heb ik er hier al eentje gevonden namelijk. Alhoewel, dit ziet er niet heel erg bekend uit. Help! Help! Ah. Ik zit help, help! Weet je wat, ik vlieg speciaal voor jou eventjes. Oh, ik dacht ik vlieg meteen even in dat spinnenweb. Breek ik er doorheen, maar je kan er blijkbaar ook gewoon omheen, joh. Daar ben je, Frankie. Iedereen maakte zich zorgen om jou. Hey, Frankie, what the fuck, man. Ik ben verdwaald. Ja, nee, dat wist ik. Ik weet niet hoe ik terug moet komen bij de korf. Nou... dan moet je het mij leren. Vertel me door te dansen hoe je hier bent gekomen. Dan wijs ik je de weg terug. Ja, nee, dat staat nergens op. Hele geforceerde cup minigames dit. Ik zat te twijfelen om nog de hele game uit te spelen in deze video. Maar ik heb ook wel een beetje het gevoel alsof de meeste mensen na een uurtje hiervan zoiets hebben van... Hey Rick, heel leuk dat Bee Simulator, maar ik geloof het ook wel weer. Ik zit erover te denken om de game vanavond op stream uit te spelen. Dus als je echt daadwerkelijk interesse hebt, kom vanavond even langs op mijn Twitch. En vooral, vraag eventjes om deze game. Even kijken, links, onder, boven, boven. Ze maken hem wel echt steeds langer, of niet? Kijk eens aan. Clean sweep. Dan ga je nog naar huis of zo? Nu weet ik waar ik naartoe moet. Ga dan. Ga dan. Dit was echt veel te veel gezeik. Dankjewel. Dit was echt de kutste missie uit mijn kut bijenleven. Ik ga alweer honing verzamelen of zo. Het mocht flink lang duren, maar ik heb soort van... Oh, is dat niet een uitweg? Godverde. Poepoe, ik ben vrij. Denk ik. Of misschien komt een grote spin. Eten spinnen bijen? Onze held, het is gelukt. Ik heb het gevoel alsof bijen misschien te sterk zijn. Dat ze redelijk, zoals in de game, kunnen ontsnappen uit het nest. Alleen was het geluk van korte duur. Is Harry terug? Weldra met de koude vlagen van noordelijke winden. Ja, boeien. Moet je een jas aan doen, ja toch? Nou, dit wordt waarschijnlijk massasterfte, voornamelijk. De tijd van vrieskou is altijd zwaar. Maar hier in de korf zijn we veilig en warm. Oké, dat is fijn om te horen. Ik wil graag dat jullie veilig en warm zijn. Dat is jullie gegund. We hebben heel veel voedsel verzameld. Oh, dat stokken ze natuurlijk. Dat is misschien ook wel het hele idee van zo'n honinggraat dan, of niet? We weten hoe we alle moeilijkheden moeten overwinnen. Nou, maken ze dicht. Deze game is daadwerkelijk leerzaam. Ja, ik dacht dat ze zoiets zouden doen om elkaar een beetje warm te houden. Wat wij mensen ook doen, lekker naad knuffelen, toch? En we blijven dicht bij elkaar. Ja, slim, heb je minder oppervlak vooral. Oh, gezellig. Ze hebben het allemaal naar hun zin. Zo overleven we de winter. Als een familie. Oh, mijn hart smelt voor deze bijenorgie. Oh, weer een chapter gehaald. Ik moet zeggen, ik ben nu al best wel ver, of niet? Nu voel ik toch half de verplichting om de game uit te spelen. Moeten er nog 3 chapters? Oh, misschien 4. Iets heeft ons gewekt. Het is al nacht, maar het is licht in de korf. Het is nacht, maar er is al licht in de korf. Heeft iemand er een fucking vlammenwerper op gezet? Wat is er aan de hand? Is de boom in gevaar? Hey, iemand is er met een vlammenwerper op aan het schieten of zo. Een vreemd vliegend ding? Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Bezorgd erbij, Harley. De mensen, ze zijn vast terug om onze boot te vernietigen. Deze stem ken mensen? Ik ook. Ik hoor hun luidruchtige machines niet. Er is vast een verklaring voor. Ik ga naar buiten om te kijken. Geen gevaar is te groot voor mijn hele schattige kleine vleugeltjes. Wat is dat voor vreemd licht? Oh, wauw. Een lampion. Laat hem niet ontsnappen. Alweer een achtervolging. Really, bruh. Nu ben je me gewoon aan het testen. Nu ben je gewoon aan het kijken hoe lang ik het nog pik om dezelfde matige poep minigames te spelen.
De game is niet eens zo heel lang. De game is 2 uur en bestaat dan ook nog eens alleen maar uit dezelfde minigames. Dan ben ik wel benieuwd als ik speel als andere insecten, of ik dan wel andere minigames heb. Of dat het dan gewoon, ja, een net iets andere verhaallijn is met dezelfde stemacteurs. En dan, ja, wel andere minigames. Ik heb geen idee. Ah, gelukkig is het heel kort. Dat scheelt. Wow, een uil! Nu ben ik geen uilenexpert, maar ik kan gokken wat voor uil het is, aangezien er zijn niet zoveel uilen. Het is een beetje een raar verhaal, maar vroeger ging ik daadwerkelijk wel uilenballen ontleden. Bij mijn tante had je er van een steegje en dan lagen soms gewoon pluizige ballen. Ik ging er vanuit dat uilenballen waren. Misschien was het gewoon erg beschimmelde poep. Dan ging ik er een beetje doorheen graven. En voor mij heb ik een keer botjes gevonden. Of ik heb dat verzonnen. Op een gegeven moment zijn herinneringen zo oud, dat je gewoon zelf een beetje gaat twijfelen aan die herinneringen. Ze heeft het losgelaten. Wat moet ik doen? Oh, gewoon nog een achtervolging. Nee, kijk, bij mij in dit kleine kutdorp hebben we een kleine kinderboerderij. En die zit direct naast de basisschool. Er komt voor mijn gevoel echt nooit iemand in die kinderboerderij. Wie de fuck financiert dat? Want voor mij is er echt vrij weinig behoefte aan. Maar dat zat naast de basisschool. Dus heel vaak zat ik een beetje uit het raam naar die kinderboerderij te kijken. En ik kan me herinneren dat er een dag was dat een van die herten, die moest opeens worden meegenomen of zo. Die moest waarschijnlijk even getest worden of zo. Een paar prikjes erin. Ik weet niet precies. En ik kan me nog heel goed herinneren dat iemand met een soort pijlenschieter zo, poof, zo'n verdovingspijl in dat hertje schoot. En dat hij zo aan het rennen was. En ik zo, bam! Zo keihard tegen de vlakte ging. Ik was daar toen de tijd erg van onder indruk slash geschrokken. Maar iedere keer als ik dit verhaal vertel, denk ik, is dit echt gebeurd? Ik kan me niet voorstellen dat een fucking verdovingspijlschieter de beste manier is om een hert te vangen. Kun je dat ik niet gewoon met twee mensen doen? Een kunstmatige met een groot net of zo? Oh, het is een bijendrone. Hackerman, steek hem. Steek Hackerman. Ga weg met je technologie. Maar je kan hem ook niet eens steken. Dit is heel jammer. Wat een poepspel, joh. Wat een poepspel. Ik mag weer helemaal terug naar de korf. Wow, ik zit helemaal vol met stuifmeel. Yeah. Oeh, ik zie hier nog een lekker klein gebakje. Er zitten wat lekkere turbopunten in. Hoe eet ik dit precies? Het zijn gummybeers zo te zien. Ah, ik heb hem. Slurp, 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 slurp. En dan heb ik weer een prachtige hoeveelheid dikke vette turbo. Op deze manier ben ik in ieder geval een klein stukje eerder thuis. Ik vind het wel jammer dat je stuifmeel zo snel vol zit. Het is echt leuk om een beetje door al die dingetjes heen te gaan en zo pling, pling, ploeng, ploeng. Maar ja, als hij vol zit, dan doet hij dat niet. En dan ja, moet je gewoon in een rechte lijn die kant op. Wat, ja, ik ga heel eerlijk met je zijn, tam toe saai is. Dit voegt niks toe aan mijn gaming ervaring. De hele tijd in een rechte lijn van A naar B vliegen. Wat dan een goede 1,5 minuut duurt. Oeh, dit is wel een goed feitje trouwens. Een kilo bijen bestaat uit 10.000 bijen. Nou, weet je meteen hoeveel een bij weegt? Ik sta stijf meel. Ik sta stijf van de honing. Dat zeg ik de hele tijd. Je bent terug. Wat heb je ontdekt, Tom? Ontdekt. Er is niks om bang voor te zijn. Het was gewoon een nepbij. Een nepbij? Wauw! Die helpt met bestuiven. Dat heb ik gezien. Ah, omdat we, ja, we zijn zeg maar langzaam aan het uitsterven. Hé, hey, als ik jou was, zou ik toch wel bang zijn. We zijn net aan het uitsterven. Daarom zijn er robotbijen en shit. Ik zou me zorgen maken. Persoonlijk in ieder geval. Maar hey, het moet ik er zelf weten. Storten. Ja, wel balen dat het helemaal in elkaar stort. Weer. Het schudt weer. De koningin. Horen we nu wel goede kettingzaaggeluiden? Ik zal even kijken hoe het met de koningin gaat. Ze is vast heel blij met te zien nadat ik iedere keer niet doe wat ik zou moeten doen. De korf. Deze filmpjes zijn echt heel raar, omdat de hele stijl van de game opeens zo anders is. Ik vind het wel cool. Ik vind de artstijl wel lachen. We houden het niet lang vol. We moeten een nieuw huis vinden. Doe maar en kom pas terug wanneer je de juiste plek voor onze korf hebt gevonden. Mogen je de wind in je rug hebben. Wauw. Wat een drama in deze game. Wachters, jullie moeten ook mee. We hebben elk paar het kans dat we kunnen krijgen. Dit is mijn kans. Ze heeft daadwerkelijk hulp nodig. Ik zou je moeten straffen voor afluisteren. Helpen. Je bent te jong. Je zou niet weten waar je het moet zoeken. Je bent echt een noob.
Misschien kunnen we in de bibliotheek een hint vinden. Een hint, ja. En u zei dat we elk paar vleugels nodig hadden. Dat zei ze wel. De korfarchieven. Dat is misschien wel een goed idee. Dat wordt het dus. Ga maar, kleine bij. Zoek in de... Zoek de archieven. Is goed. Oh, man. Echt, GTS deze niks bij. We kunnen alleen iets meer vreemd gaan gebruiken. Indringer! Oh, is het einde van de game gewoon dat we gaan verhuizen? Is dat het einde van deze hele fucking game? Ja, toen gingen we verhuizen, al onze spullen meegenomen. Een paar grote dozen, busje geregeld, een paar vrienden die wilden helpen en zo. Onze korfbibliotheek is gevuld met wijsheid van de vorige generaties. Oh, wijsheid van de vorige generaties. Misschien vind ik wel wat nuttigs in deze zeshoeken. In deze hexagonen. Heel wat anders. Oh, je kan er ook echt iets mee? Nee, toch? What the fuck moet ik doen dan? Oh, ik denk zomaar dat ik deze hexagone moet hebben. Ik heb andere bijen hierover horen praten. Wat, bloemen? Een goede plek met heel veel zeldzame bloemen. Oh. Nou ja, doe die dan maar. Doe maar de plek met zeldzame bloemen. Die pestkop is echt irritant. Maar hij laat zijn gezicht nooit zien in de buurt van water. Ik heb echt een tyfushekel aan, zeg maar, wanneer, zeg maar, je onttiteling hebt. Maar die is niet hetzelfde als hetgene wat er gezegd wordt. Vind ik altijd heel irritant. Soms gebruiken ze net andere woorden. Maar het ding is met onttiteling, ik lees het gewoon altijd. Als ik iets kijk in het Engels en de onttitelingen zijn Nederlands, dan lees ik alsnog de ondertitelingen, ondanks dat ik gewoon Engels kan. Als de ondertitelingen Engels zijn, lees ik ook gewoon de ondertitelingen. Als ik tekst zie, lees ik het gewoon. Ik ben zwak, oké? Okay? Ik vind het ook heel irritant van mezelf. Maar dan is het dus extra irritant als er iets anders is in de vertaling. Of als je het in het Engels kijkt, in het Nederlands kiezen voor een woord waarvan je denkt, hè? Waarom heb je van alle woorden voor dat woord gekozen? What the fuck heb jij voor honing zitten snuiven dan vandaag? Slaat helemaal nergens op, gast. Hé, hey, deze hebben we net al gehad, geloof ik. Is afkomstig van een oud Noord-Europees gebruik. We pasgehuwd dagelijks een beker mededronken. Ah, gefermenteerde honing gedurende een maand. Nou, weer wat geleerd. Dit zou daadwerkelijk een Serpent gameplay feitje kunnen zijn. Waarom een honeymoon heet. Nou, blijkbaar vanwege de honey. Wauw, ik zit helemaal vol met stuifmeel. Ik wou net zeggen, ik zie opeens dat nog best wel veel stuifmeel heb. Misschien kan ik dat beter gewoon meteen even afgeven in de korf. Dan krijg ik punten die ik niet ga gebruiken. Maar hey, dan kan ik in ieder geval een beetje door die bloemen heen vliegen. Heb ik toch een net wat leukere gaming ervaring, toch? Hedendaagse bijen zijn er al zo'n 30 miljoen jaar. Maar eerdere bijsoorten produceerden mogelijke honing sinds 150 miljoen jaar. Dat is best interessant. Plonk! Nu heb ik helemaal de moeite gedaan om die pollen te droppen. Zijn er opeens nergens bloemen die je kan pakken? Ja, verdomme. Dit is gewoon hartstikke jammer. En een klein beetje zielig. Ik zal voor de rest van mijn leven verdrietig blijven. Behalve dat dit toch wel... Oh ja, dat is fijn. Ik heb in ieder geval weer wat pollen. Dus in de woorden van een van de meest legendarische internetfilmpjes ooit. Ik hoef niet te tanken, schat. Dag! Die man was wel echt heel agressief. En hij hoefde niet te tanken. Laten we dat niet vergeten. Nou, we zoeken een boothuis. Ja, bij het water is wel echt zo'n typische boothuisplek. Ik kan meteen vertellen over een andere vrouw uit mijn jeugd. Waar de fuck is dat boothuis dan? Oh, daar zo. Oké. We kunnen eerst even gauw deze gast in zijn gezicht steken. Dat zijn toch belangrijke dingen om te doen. Hey, grapjas. Kut. Hier kom met je bewegende hoofd. Ja. Oké, dit is verrassend moeilijk. Nou, laat dan ook maar. Tada, ik ben bij een boothuis. Tijd om iemands fucking barbecue te verzieken, of niet dan? De geur van mensen eten. Zo lekker, maar ook gevaarlijk. Auw. Als we hier gaan wonen, moet ik op zoek naar goede bloemen in de buurt. Kunnen bijen eigenlijk ook van andere dingen, gewoon van suikers en zo, honing maken? Sinds de honing voornamelijk, zeg maar, suiker is. Kunnen ze ook gewoon, net als mieren, gewoon... ons eten verzamelen. Ik weet nog vorig jaar dat ik die Koningsdag video had gemaakt. Toen had ik een aantal Koningsdag donuts gekocht. Dat waren gewoon donuts met oranje glazuur. En op een gegeven moment was ik klaar met al mijn troep verkopen. En had ik een deel van mijn troep gewoon eventjes gauw in de schuur geflikkerd. En twee dagen later kwam ik terug. En er lag dus nog één zo'n Koningsdag donut in een bak in de schuur. Ik zag die bak en hij zat helemaal vol met fucking mieren. Het lag er twee dagen en dat ding lag ook echt in een doos vol met andere spullen. Ik vond het echt knap dat die mieren
één enkele donut hadden gevonden, met z'n allen de fucking schuur in zijn gegaan, allemaal in die doos met troep zijn gekropen, enkel en alleen voor één oranje donut. Mieren zijn hardcore, sowieso. Ik zit momenteel op 9 van de 10 rode dingen. Hartstikke idee. Ja, heel veel mooie bloemen hier. En nu de bomen zijn niet groot genoeg. Maar wat dacht je van die stenen? Wat? Zoek een plek voor de nieuwe korf. Soms zitten er grote scheuren in. Oh, en dan kunnen we in stenen wonen. Ja, oké, dat is logisch. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Weet je wat? Ik ga het gewoon zeggen. Het boeit me vrij weinig waar je gaat wonen, gast. Oké, nou ja, misschien kan je hier wonen als je daar zin in hebt. Geen gaten of scheuren. Ja. Maar die struiken zouden ook een goede plek kunnen zijn. Ik zit momenteel best wel veel op deze game te haten. En terecht. Maar ik moet wel zeggen, het ziet er wel gewoon leuk uit. Het is wel leuk om gewoon als bij een beetje rond te vliegen. Maar na een kwartier geloof je het ook wel weer, weet je wel. Dit is geen game om een serie van te maken op je kanaal. En daarom hebben we gelukkig de XXL gameplay. Kunnen we even een mooie boss fight doen? Dat zou top zijn om de video mee af te sluiten. Nog even vechten met tantoe grote vogelspinnen of zo. En dan als ik die verslagen heb, zo, einde video. Doe dat maar alsjeblieft. Nou, dat is een grote. Hey, bij. Zoom je weg. Nou, is het jammer dat de boss fights iedere keer hetzelfde zijn. En wespen delen niet. Wespen zijn wel echt klootzakken, of niet? Kijk, bijen hebben we nodig. Kunnen we niet gewoon iets maken wat alle wespen en muggen doodmaakt? Fuck hen. En dan gewoon alle bijen in leven houden. Sowieso, momenteel zijn er best wel wetenschappers bezig met, als we willen, zouden we de muggen kunnen uitroeien. Maar we zijn een beetje bang met, hey, hoe gaat dat alles veranderen? Aangezien sommige dieren eten weer die muggen. Wat moeten die opeens eten? Bijvoorbeeld kikkers. Wat moeten die dan opeens eten? Ik denk dat het allemaal wel soort van goed komt. Maar ja, ik ben geen wetenschapper die zich hiermee bezighoudt. Alle muggen uitroeien zou best wel fijn zijn. Vooral omdat er ook wereldwijd best wel veel mensen doodgaan aan malaria. Alle wespen uitroeien zou ook heel erg fijn zijn. Want wespen zijn gewoon kutdieren. Toen ik klein was, ging ik heel vaak wespen vangen. Dat idee ken je wel, dan heb je een fles. En dan knip je zo dit deel af. En dan keer je die ondersteboven en dan doe je er een beetje limonadesiroop in. Dan kunnen ze wel in de fles vliegen, maar ze kunnen er niet uit. En laat je het een dag staan op de camping en dan kom je terug, zitten er 100 dode wespen in. Fantastisch. Zullen we dat gewoon allemaal doen? Zal ik gewoon even een petitie in de chat knallen om gezamenlijk alle types wespen dood te maken? Het enige wat ze doen is andere insecten eten zo'n beetje. En gewoon in het algemeen teringlaaiers zijn. Zoals deze game ook, ja, naar mijn mening best wel bewijst, weet je. Het is een mooie pak wespen. Maar te dicht bij de grond. Vlieg hem even hierin. Okay. Ik heb beter zicht op het gebied nodig. Oh, je bent ook gewoon aan het praten. Dus gewoon een soort gesprekje gaande terwijl ik aan het sterven ben met deze spin. Er komt een spin aan. Weet je wat? Ik ga gewoon niet ontsnappen. Wat gebeurt er als die spin me doodmaakt? Hey, sorry maat. Ik ga even niet mijn best voor je doen. Dit is de natuur. It is what it is. Ik hoop dat het heel grafisch wordt. Heel gewelddadig. Probeer het opnieuw. Heel gewelddadig. Hey, weet je wat? Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van de XXL Gameplay. Doe eventjes een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je hopelijk volgende week terug bij alweer een compleet andere game. Dankjewel voor het kijken en tot dan. Doei!